Welkom bij het kijken naar de spellen die de afgelopen week zijn binnengekomen. Wat is er binnengekomen deze week? Waar mogen wij ons weer op verheugen? Nou, het is een redelijk rustige week. Het zijn er maar 12 geweest. Er komen nog allemaal dingen aan, mensen. Dus geen paniek. De eerste die bijvoorbeeld nieuw binnen is gekomen is een kaartspel van 99 Games, namelijk Audition. Ja, zo'n klein kaartspelletje. Ja, dat is altijd natuurlijk voor de vakantie, hè, dat die kleine kaartspellen uit gaan komen. In de hoop dat je natuurlijk nog wat nieuws meeneemt op vakantie. Dus uitgevers die komen met deze tijd altijd met kleine spelletjes. Dus Audition, ja, benieuwd naar. Ja, er staat op de achterkant, zoek als dirigent in dit vlotte kaartspel solisten en kwartetten bij elkaar. Kun jij het meest uitgebreide concert organiseren? Het is op basis van 5... 3 bluff, 4 geluk en 4 tactiek. Oh ja, ja. Nou, ja, dus dat is echt weer zo'n klein tussendoorspelletje. Nou, inderdaad. Benieuwd naar. Ze hadden ook tegelijkertijd 99 Games een ander kaartspel uitgebracht, The Brain. Kijk, het artwork vind ik verschrikkelijk. Ja, dus ik ben ook niet fan van. Maar de Audition vond ik dan wel weer leuk met dat vosje. Het is wel grappig, het is deductie, zie ik hier op de achterkant. 5 sterren deductie. Jullie vormen samen 1 brain dat met behulp van logica, deductie, tellen en een beetje geluk alle kaarten probeert weg te spelen. Daarbij mogen jullie niet communiceren. Lukt het op verschillende niveaus net zolang totdat het jullie lukt. Ja, dat niet communiceren, dat verzin even een keer wat nieuws. Maar, dan ben je alweer. De mind was leuk. En daarna is het snel bergaf wat gegaan wat jou betreft. Ja, met de crew dat natuurlijk ook. Maar Nou, maar aan de andere kant, ik hou van deductie. Dus wie weet vind ik dit wel hartstikke leuk. Komt we gaan het zien. Dan hebben we Mada. Ja, wat schattig. Ik weet er niet te veel over. Ik ook niet. Verzamel meer cactusvijgen. Er zijn weinig spellen die gaan over cactusvijgen. Ja, dit is origineel. Dit is er een van. Dan de andere spelers. Neem berekende risico's om ervoor te zorgen dat je niet als eerste geprikt wordt. Oh. Gewoon een klein kaartspel. Gewoon cute, cute. Nou, kijk. Wat groter. Ziet er wel cute uit, vind ik. Toco Island. Ik vind het een mooie voorkant. Ja, dat vind ik ook wel grappig. Ik moet eerlijk zeggen, als ik de achterkant zie, dan vind ik het alweer net iets minder spannend eruit zien. Maar goed. We weten het weer lekker te verkopen. We weten het weer lekker te verkopen, inderdaad. Even op zijn Engels. Use tools, dus gebruik gereedschap om schatten op te graven. En je moet de locatie zien te onthouden. Dat is wel belangrijk erbij. Oh, daar ben ik altijd heel slecht in. Zorg je ervoor dat je voldoende schatten begraaft, of opgraaft moet ik zeggen, voordat je geen gereedschap meer hebt. Weet je wat ik nou leuk vind? Zijn de makers, tenminste ik denk dat dit de makers zijn. Dit zijn de makers. Een foto's op de achterkant. Foto's op de achterkant. Nou, dat zie je nou bijna nooit. Dat vind ik nou echt leuk. Nou, en ze hebben onder andere al meegewerkt aan Mr. Wolf. Dragomino hebben ze aan meegewerkt blijkbaar. En die heeft de kinderspiel des jaren gevonden, Dragomino. Dus ik ben wel benieuwd hoor. Ondanks dat de achterkant misschien niet meteen mijn interesse wekt, wekt de rest dat wel. Dus ik ben wel benieuwd eigenlijk. We hebben ook eentje zelf in onze voorraad toegevoegd. Dat is namelijk Gardeners. Oh, ik moet hem even goed houden. Want laten we eerlijk zijn, de voorkant is toch heel mooi. Wat zit er nou voor sticker op? Er zit als sticker op. Oh, van de maker van Magic Maze is slim. Ja, dus dat is slim gedaan. Ja. Deze hebben we al gespeeld. Wat is het idee? Je moet proberen in real time, dus zo snel mogelijk, al heb je wel een beetje de tijd hoor. Ja, het is echt 15 minuten real time. Dus je hebt wel echt ruim de tijd. Ja, je hebt gewoon 15 minuten de tijd om ervoor te zorgen dat alle tegels in het midden van het speelveld, en die ga je daar samen neerleggen en verwijderen, die moeten voldoen aan de doelen. Het nadeel is, niet iedereen weet welk doel er actief is. En 3 keer raden. Je mag niet communiceren. Nee, je mag niet communiceren, inderdaad. Nee. Dus je moet er goed kijken, erachter komen. Hé, die speler zorgt ervoor dat het bankje alleen naar dit soort bomen wijst. Dan zal dat wel op zijn of haar doelkaart staan. Dus daar moeten we rekening mee gaan houden. Dat was echt best wel pittig om te winnen. Pittig, ja. Maar grappig, origineel concept, niet 100% ons ding. Mooie uitwerking qua artwork en zo. Mac a Dream. Nou, dit is een nieuw spel van Blue Orange Games. Eens even kijken. Je moet grondstoffen verzamelen. Je moet ervoor zorgen dat de constructietijd van je machines versneld wordt. En je moet ervoor zorgen dat je je workshop optimaliseert, zodat je de meeste dromen kunt maken. Wil je hem eens omdraaien? Ik vind de achterkant er best wel cool uitzien. Ziet er wel cool uit, hè? Kijk. Ik denk dat dit met kinderen heel leuk is. Hoe oud is deze? Het is vanaf 10 jaar. En doet ook wel 3 kwartier. Het is wel wat groter dan wat je in eerste instantie denkt. Dan ben ik helemaal van pad. 99 Games heeft een boel spellen uitgebracht deze week. Waaronder
wolven. Ja, die was er natuurlijk al in het Engels. Ik moet zeggen, de voorkant vind ik echt fantastisch. Ja, cool. Echt ja. Heel erg mooi. En ik heb het al een klein... Ik heb het semi uitgezocht. Dus wat ik nu ga vertellen, dat klopt zeer waarschijnlijk semi. Wel. Maar zoek het ook even op. En wat je gaat doen, is met wolven... Je gaat proberen meerderheden te verzamelen op verschillende gebieden. En het leuke is dat je verschillende type wolven hebt. Je hebt bijvoorbeeld de alfa-wolf. Die mag, dat is zeg maar de grote... Ja, hè, ja. Een beetje wat ik ben, zeg ja, maar. Ja, precies. Alfa-wolf. Zeker, ja. Ja, die mag wel naar een vakje toe met andere wolven, omdat die de leider is. Maar kleinere wolven mogen weer niet naar een vakje toe met de alfa-wolf. Je kunt ook bepaalde gebieden omsluiten, omdat je als een soort roedel zeg maar aanvalt. Ik weet nog niet, daar was ik nog niet, wat voor voordeel dat heeft. Maar heeft een voordeel. En je gaat ook, je moet je nest, of hoe heet dat bij wolven, heeft dat een naam. Hol. Je lair heet het volgens mij. Je hol waarschijnlijk. Ja, moet je ook op bepaalde plekken neerzetten. Dat is alles wat ik tot nu toe gelezen heb. Doel van het spel? Hebben ze dat al omschreven? Zoveel mogelijk punten scoren. Oh, spannend. Ja, leuk, nou, ik kan er niet over uit hoe mooi ik die voorkant ja, vind. Ik, tof. Vind, ik zit helemaal naar dat oog te kijken. Ja, want waarschijnlijk denk je nu een oog, maar omdat het voor jou wat verder weg is. Maar je ziet dus hierin ook inderdaad de volle maan en de wolven. Ja, het is echt tof in gedaan. In dat hè? Oog is weer een hele wereld. Ja. Nou, het is helemaal fantastisch. Wat hebben we nog meer? We hebben hier een perfect shot van Keep Exploring Games. Schattig. Lief, hè? Het is een spel voor vanaf 8 jaar. Wat je moet doen als natuurfotograaf en avonturier... reis je de wereld rond op zoek naar wilde dieren... om je fotocollectie mee te vullen. Oké. En als je kijkt naar de achterkant... zie je dat je ook de doos nodig hebt met het spelen. Kijk. Dus, interessant. Ja, de omschrijving is nog niet geweldig vernieuwend. Maar wel gewoon prima. En ik ben altijd benieuwd naar nieuwe spellen van Keep Exploring Games. Dus... Ik kan het zeggen. De afgelopen spellen die ze uitgebracht hebben zijn Sleeping Gods... Bitoku. Ja, 100% ons ding. Prima. Dus daarom denk ik toch wel erg benieuwd naar deze. Ja. Dan Pick-a-Pen. Ja. Pick-a-Pen 2. En Pick-a-Pen? Pick-a-Pen. Nee, ze hebben wel echt namen. Dit is Krypton, dit is Tuinen en dit is Riffen. Ja. En ik dacht, dit zijn misschien wel drie dezelfde spellen. Net iets anders. Dat dacht ik heb er ik even ook. Doorheen gebladerd. Er zit toch wel voldoende variatie tussen de drie. Je kunt ze prima alle drie hebben, viel me in ieder geval op. Oké, nou, dit zijn dus de nieuwe spellen van Reine Knizia. Ja. Daar word ik erg nieuwsgierig van. Nou moet ik zeggen, ik vind niet alles wat hij gemaakt fantastisch. Maar zeker een heel groot deel wel. En juist met dit soort kleine spellen, ik bedoel My City Wrong Right, het laatste spel denk ik dat we van hem gespeeld hebben uit mijn hoofd, vond ik echt fantastisch. Dus ik ben hier zo benieuwd naar. Maar je moet met pennen gooien en dan rijst bij mij de vraag waarom. Ja, kijk, ik heb hem al gelezen, in ieder geval de tuinen variant. Het klinkt grappig, dus wat dat betreft denk ik, je moet het echt even proberen. We moeten het zelf ook nog proberen. Gaan we ook zeker doen, we komen hier uitgebreid op terug. Ik zou jezelf wel af kunnen vragen, waarom zou je niet met dobbelstenen kunnen gooien met bepaalde kleuren en dat dan noteren? Dat verkoopt niet. Dat verkoopt waarschijnlijk niet inderdaad. Dus ik ben heel benieuwd, kijk wat als de pen op is? Ja, nou, wat als het potlood opgaat inderdaad? Ja, dat vind ik dan lastig. Dan moet je het achterkantje bewaren? Ja, dat weet ik niet maar precies. Maar wel, Nine Games is wel dat we al heel fanatiek met het uitbrengen van scoreblokken. Dus als ze een spel hebben met een scoreblok, zorgen ze er eigenlijk altijd voor dat binnen een paar weken dat scoreblok ook apart verkrijgbaar is. Dus dat doen ze heel goed. Ik kan me voorstellen dat ze de pennen dus apart gaan verkopen. Maar hier weet ik niks van. Nou ja, dus ga hier even naar kijken. Want ik denk echt dat het de moeite waard is om op zijn minst te proberen. Want het is gewoon grappig bedacht, toch? Wij gaan het allemaal uitproberen en we komen hier uitgebreid op terug als we het gespeeld hebben. Dit vind ik ook zo'n mooie voorkant. Mooi, hè? Time Collectors. En ik vind het ook gewoon... Nee, de Collectors. Nee, de Time Collectors. Wel, waar staat Time dan? Time hier staat de Collectors. Ja, hier, kijk, oh, Time. Oh, Times. Ja. Nee, ja, Time en, Collectors. Ik moet zeggen... Ja, dit is wel. Ik snap wel dat mensen dit uitgebracht hebben. Want als ik kijk naar de voorkant en ook de naam, denk ik... Intrigerend. Ja. Wat je gaat doen, je gaat met dobbelstenen jaartallen gooien. Dus je hebt 4 dobbelstenen, daar komt een jaartal uit. Je legt ze op een bepaalde volgorde neer. En je gaat vervolgens met jouw marker op het speelbord staan bij of dat jaartal, mocht die precies zichtbaar zijn, dat ene jaartal wat jij gegooid hebt, of tussen 2 jaartallen in. Als je en dat is een veel grotere kans. Grotere kans. Als je 1600 gooit, dan ga je liggen tussen bijvoorbeeld 14 en 1700. Je probeert precies iets te gooien, want dan kun je 2 kaarten verzamelen. Maar daar heb je weinig invloed op. Nou, je kunt kristallen inzetten om waardes aan te passen. Maar goed, alsnog is de kans pittig. En als dat niet lukt, dan kun je gewoon 1 kaartje pakken in plaats van 2. En zo probeer je allemaal doelen te halen, omdat je die kaarten neerlegt op je persoonlijke spelersbordje. Ik ben geïnteresseerd. Ja, we gaan hem ook weer spelen, dus hier komen we ook op terug. En dan, last but zeker not least, kwam Asmodee met een
gigantische levering met Star Wars Shatterpoint. En de uitbreidingen zijn er helaas nog niet, maar haar basisspel wel. En hier kan je ook behoorlijk even mee vooruit. Ja, hier kun je zeker even mee vooruit. Het is ook geen goedkoop spel, maar ik snap het goed. Als ik zie wat er allemaal in zit, denk ik, oh ja, hier zit behoorlijk wat materiaal in. Er zit ontzettend veel in. We kunnen wel even wat laten zien, want dit is onze eigen versie. Zoals je ziet zijn we nog niet begonnen met het in elkaar zetten, want je denkt misschien, dit is een flinke zak. Nou, wacht maar even tot we de rest uitgepakt hebben. Er is meer. En? Er is nog meer. Ja, vertelt ook meteen iets nieuws voor onze webshop eigenlijk, want wij verkopen en spelen zelf nog niet echt miniaturen spellen. En dan zal je misschien denken, Awaken Realms heeft genoeg miniaturen, dat klopt. Maar ik bedoel in dit geval even echt miniaturen spellen, zeg maar de Warhammer-achtige spellen. Dus je moet alles zelf nog in elkaar zetten, er is geen speelbord, maar je kan er wel een spel mee spellen. Ja, precies. En deze doos, als jullie dat willen, kan voor jullie allemaal worden, want ik heb geen zin om in elkaar te zetten. Dus als je dat leuk vindt, ga dat gewoon even doen. Kom even langs, uurtje knallen en dan ben ik blij. Ja, maar ik heb wel de eerste zeggenschap, want ik heb deze doos al gereserveerd voor een video met Jelle. Oh, nou. De uitnodiging is er ingetrokken. Nee, ik denk niet dat we in één video alles redden. Dus mensen, dat is nog wel welkom, denk ik. Maar ik ga dus in ieder geval een video maken met Jelle, met wie ik filmpjes maak over het schilderen van miniaturen. Dus verwacht daar in ieder geval iets van. Ik weet namelijk niet waar ik moet beginnen. En om eerlijk te zijn, duizelt het nogal als ik dit allemaal zie. Snap ik. Overigens, het is heel gevaarlijk om open uitnodigingen online te roepen. Dus zeker. Even terugkomend op die uitnodiging van net. Ik trek hem bij deze weer in. Dat lijkt me heel fijn. Voordat 100 mensen voor de deur staan en denken, Project X, Ik vond het al een zeer opmerkelijke... bij deze ingetrokken jongens, maakt allemaal niet uit. Maar ik ben wel nieuwsgierig naar Star Wars Shatterpoint. Ik ook. Maar we moeten dus eerst nog alles in elkaar zetten. En dan kunnen we het gaan spelen. Ik heb nog nooit een spel gespeeld, los van D&D, waar gewoon, wat geen spel is, wat geen bord is. Ja, het is dus wel een spel, ik vind het ingewikkeld. Het is ingewikkeld, het grote verschil is dus dat het geen bord heeft. Dus dat je echt, je zet ergens een gebouwtje neer en we moeten ons nog helemaal inlezen, dus pin me je niet op vast. Maar dan gaat het meer over, een afstand. En een afstand is dan niet per se vakjes, maar meer een... letterlijke afstand, tenminste als ik het goed zie. Want er zitten ook meetbenodigdheden in om te kijken wat de afstand dan is. Ja, ik denk dan altijd, koop gewoon een hele grote tafel, zit iedereen heel ver weg. Maar zo werkt het waarschijnlijk niet. Ik denk niet dat het zo werkt. Nee. Het is niet dat jij in één minuut nu het hele spel de grond in geboord hebt, denk ik, precies. Met je slimme manier. Maar het wordt wel, de reacties zijn heel goed, hè? Tenminste, wat ik gelezen heb. Wat tot nu toe is. Ja, er is natuurlijk nog niet zoveel. Star Wars. Ik bedoel, altijd leuk, toch? Ik heb hier hoge verwachtingen van. Hoge verwachtingen? Ja, ik heb hier hoge verwachtingen van. Nou, alleen weet ik niet of het ons ding is, omdat we het nog nooit gespeeld hebben. Maar ik denk dat het een goed miniaturespel is. Nou, kijk mensen, er komen ook heel veel uitbreidingen aan. Schrijf je gewoon even in via de website. Wat heb je aan mijn mening? Helemaal niks, want ik heb het nog helemaal niks, maar niet, het ziet er leuk uit in ieder geval. Dit was hem. Dit was hem. Ja. Nou, het was een, het was toch wel een goede buit. Prima week. Ja, prima week. Ik ga het niet een uitzonderlijke week noemen, maar er zijn echt, ik vind die Pick-a-Pan, de Time Collectors vind ik een leuke verrassing om even naar te kijken. Ja. Wolven. Denk ik dat ook gewoon echt een goed spel is. En dit is natuurlijk wel het begin van een reeks. Dus wat dat betreft weer voldoende om te ontdekken. Ik denk dat in ieder geval enkele mensen heel enthousiast zijn geworden van deze video. Als in mensen die op Shatterpoint zitten te wachten zijn nu heel blij. Nou, terecht. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot in ieder geval volgende week voor deze video. Of tot een andere video. Lieve groetjes. Lieve groetjes. Vond je dit nou een leuke video? Abonneer dan even op ons kanaal. Abonneer, want dan worden wij blij van. Yay! Wij sparen abonnees, wist je dat? Ja, precies. Dus je kunt erbij horen. Ja. Alvast welkom. Ja, dat zou echt leuk zijn.